Welkom allemaal in de Zuidplas Lounge, hier op de prachtige Willem-Alexander roeibaan, gewoon in de gemeente Zuidplas. De ontwikkelgemeente Zuidplas. Want Zuidplas is een gemeente waar mensen aangenaam kunnen wonen, werken en recreëren. En dit college heeft de ambitie om dat fundament richting de toekomst te waarborgen en daar waar nodig te versterken. En ik nodig u uit om samen onze schouders eronder te zetten voor een mooi Zuidplas waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dank u wel. En na deze officiële opening werden wij wereldkampioen in Zuid-Korea. Mijn hart ligt bij het roeien en ook bij deze omgeving. Dus dat er een evenement van dit niveau hier plaatsvindt, vind ik heel bijzonder. Het buitenleven heeft ons gevormd en vormt ons verder. Water, wind, groen, dat zijn altijd onze bondgenoten geweest. En ik presenteer u vandaag het nieuwe beeldmerk voor de watertuin van de zuidelijke Randstad. En dat is ons nieuwe gebiedsprofiel. Met het beeld van sprong in het water staat voor wie wij zijn. Ik loop hier trots als een pauw rond, want dit is een heel speciaal moment voor roeiend Nederland. We hebben natuurlijk vanmorgen ondernemers ontvangen. Zojuist is door wethouder Hordijk iets verteld over de gebiedsontwikkeling van Zuidplas. En er zijn er twee overeenkomsten getekend die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Zuidplas. Dus het is helemaal fantastisch om dit allemaal hier bij deze grote World Rowing Cup mee te maken. We hebben echt het idee dat iedereen die deze tent binnenwandelt de beleving van Zuidplas mee heeft gekregen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat mensen hier een fantastische dag hebben en echt het gevoel hebben dat ze in de watten zijn gelegd. Helemaal happy.